Hallo luisteraars, dit is Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Tegenover mij zit Tijmen van de Beuken. Hallo. En mijn naam is Lars Limburg. Leuk dat je luistert. We zijn weer on air, Lars. Yes, 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 yes. Dat klopt eigenlijk helemaal niet, hè? Want het is eigenlijk on demand, hè? On demand. On demand. Ja, 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 het is niet on-air. Nee, want het voelt wel on-air, maar het is... Ja, want het is toch wel... Het geeft toch een apart gevoel om die microfoon zo voor je mond te houden. Ja. En dan te praten. Maar ziet ik denk... er ook apart uit. Maar ik denk als we dit vaker doen, dat wel steeds beter gaat. Of nee, steeds meer gewend. Ja. Want ik vind het al best goed gaan. Ja. En help me ook even herinneren, waarom zitten we hier ook weer? We zitten hier omdat wij de podcast Pedagogisch Verantwoord willen maken. En daarin gaan wij dus ontdekken... Wat voor verschillende visies omtrent opvoeden er allemaal zijn. En die gaan wij allemaal ontdekken en langs. Ja, en dit is aflevering 1. Ja, het officiële. We hebben dus al een proloog opgenomen bij jou thuis. Ja. En daar hebben we eigenlijk een beetje de mensen geïntroduceerd in onze plannen. En hebben we onszelf een beetje voorgesteld. Maar nu gaan we dus echt beginnen. Ja. Maar Lars, waar zijn wij nu? Wij zijn nu bij Fontys Hogeschool Pedagogiek in Sittard. Yes, want daar worden wij, dat is heel fijn, daar worden we gefaciliteerd om deze podcast te maken. Ja. En we zitten nu in een klaslokaal, hè? Ja. Het geeft echt ook wel zo'n didactische vibe. Ja, ja, ja. Alsof zeker. Hier worden dingen geleerd. En we zitten aan een grote tafel met onze opnameapparatuur. En voor ons liggen allemaal pedagogisch verantwoorde snacks. Ja, Lars. Dat kan je natuurlijk wel zeggen, maar... Ja, maar het is gewoon zo. Want hier liggen dus tomaatjes, snacktomaatjes, blauwe bessen en komkommers. Ja. We kunnen natuurlijk niet verkopen aan onze gast straks, hè, dat wij hier natuurlijk ongezonde snacks hebben. Nee, precies. Natuurlijk alles behalve pedagogisch verantwoord. Ja. Dus Lars, we gaan beginnen. Waar gaan we het eigenlijk over hebben in deze eerste aflevering? Ja, we hebben elke week hebben we een vaste structuur. Waarin we dus beginnen met een quote rond een thema. Mm-hmm. En naar aanleiding van die quote en ook van naar aanleiding van het thema gaan wij dan in gesprek over onze visie daarop en onze ervaringen daarmee. Mm-hmm. En daarna gaan wij aan de hand van twee bronnen, wetenschappelijke bronnen, gaan we dat thema verder onderzoeken. Ja. En daarna... komt er een gast op bezoek die daar veel meer nog over weet dan wij. En dat is Maaike Kooijmans. Die komt dadelijk langs om meer te vertellen over het thema van vandaag. En dat is, Lars... Het thema van vandaag is social media en opvoeden. De uitspraak van de week. Nou, de uitspraak die ik meegenomen heb is in het Engels. En die gaat zo. Focus on how to be social, not on how to do social. En die is van Jay Baer. Dat is een succesvolle Amerikaanse romanschrijver. Ja, want hoe doe jij dat dan? Ben jij social of doe je social? Ik denk dat het sociaal doen, dat is dat die meneer met deze uitspraak die bedoelt, dus dat je op social media doe je alsof. Weet je doet sociaal en je doet dat, maar je bent dat niet, zeg maar. Ja. Omdat je niet in contact bent met elkaar. Ja. Dus dat is denk ik wat de meeste mensen wel doen op social media. Maar is dat erg? Ja, dat is dan de vraag, hè? Ja, dat is de vraag of het erg is of niet, dat klopt. Alleen ik denk dat social media uiteindelijk wel is bedacht als een soort verlengstuk van ons sociale zijn. Hè? Dus dat wij dus mensen die we niet zo vaak zien, dat we er nog steeds contact mee kunnen onderhouden. Dat je mensen bijvoorbeeld kunt opzoeken die je al lang niet meer gezien hebt en dat soort dingen allemaal. Ja. Maar hij zegt leg de focus op how to be social. Ja. Dat kan dus ook online focus hem, denk ik dan. Denk het wel. Ja. Ik denk het wel, want het moet natuurlijk niet hoe zeg je dat? Social media moet geen vervanging zijn. Voor nee. Het sociaal gedrag. Dus dat is wel denk ik wel heel belangrijk. Ook in het opvoeden. Dat je dat mee kan geven. Waarschijnlijk. Ja. Oké. Okay. Ja, interessant lijkt me. Want kijk, we hebben social media natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk een heel, heel breed begrip. En dat is natuurlijk ook nog de hoogste vraag van... Oké, hoe moeten we het noemen? Moeten we het nou social media noemen? Hè? De Engelse term. Of noemen we het heel Hollands sociale media? Wat prefereer jij, Lars? Ik denk dat ik wel hou van een beetje Hollands, iets Hollands maken, een begrip. Dus we gaan gewoon de sociale media gaan we gebruiken. Oké, top. Maar wat houdt dat dan in? Hè? Daar moeten we het ook even over hebben. Ja. Wat is de definitie eigenlijk van de dat zijn sociale dus media? Alle websites en applicaties op onze telefoons waarmee je dus met mensen in contact kan komen. Dus dat zijn dus de grote apps zoals Instagram, Facebook, Snapchat heb je tegenwoordig. Mm-hmm. En... dan is WhatsApp bijvoorbeeld ook een soort social media. Maar dat is dan eigenlijk alleen maar voor het sturen van berichtjes. Maar eigenlijk hoort dat er ook bij.
dat is denk ik wel een wat de meeste mensen wel gebruiken. Ja, want wat het interessant maakt ook, waarom we het ook vandaag hebben over social media of sociale media. Hey, je moet wel je houden aan je. Ik moet het dan ook doen, ja. Maar in ieder geval, waarom het interessant is om daarover te hebben, als je het koppelt aan opvoeding, omdat heel veel kinderen, die zijn digital natives of zo, of dat hoor je dan vaak, die zijn geboren in een tijd waar het internet gewoon al bestond en in een hele grote mate al aanwezig was. Mm-hmm. En ga daar maar eens mee om als ouders. Hè. Ga maar eens om met hoe je dan moet opvoeden als iemand al alleen maar dat kent. Ja. Ja. En dus leeft eigenlijk voor een groot deel online. En dat zijn dus wat kinderen ook doen tegenwoordig. Ja, helemaal mee eens. Want ik denk ook dat de ouders van nu, die zijn niet opgegroeid met sociale media. Moet ik het ook goed doen? Yeah. Met sociale media. En die weten ook zelf nog niet helemaal goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Die hebben die zijn zichzelf ook nog heel erg een weg aan het vinden van oké, hoe lang moet ik hierop zitten? En hoe doe ik het überhaupt zelf? Ja. Dus dan is denk ik ook wel een hele mooie vraag voor straks ook voor onze gast. Van of dat ook een ding is natuurlijk. Ja, ja. Dat vraag ik me dan ook af. Of die ouders daar ook extra moeite mee hebben. Omdat ze daar zelf ook nog mee aan het struggelen zijn. En hoe moet je dat dan in godsnaam overbrengen aan je kind? Mm-hmm. Ja. Hoe is jouw social media gebruik? Ik doe er best veel. Ja? Ja, ik zet er best veel op. Ik denk niet dat ik zozeer veel posts vanuit mezelf, dat doe ik niet zoveel. Maar ik zit er wel veel op. Ik kijk er veel op. Ik hou ook wel veel in de gaten. Want ik vind het ook wel leuk vermaak. Het is natuurlijk, social media wordt ook vaak in een negatief daglicht gezet. Omdat dan ook die gaan wij dadelijk ook wel bespreken, de negatieve kanten. Maar het is ook natuurlijk een heel groot bolwerk van creativiteit. Ja, maar ik ken jou een beetje en je maakt er veel gebruik van ook. Je kan er veel mee. Ja, ja. En natuurlijk ook gewoon marketingtechnisch. Hè. Ik heb allemaal leuke projecten lopen langs deze podcast. Maar daar heb ik ook allemaal social media kanalen voor. En dat is ook een heel mooi media om dingen te verspreiden. En wat dat betreft is het wel interessant dat wij hier nu samen zitten. Want ik ben juist een beetje terughoudend erin. En ik vind het al een beetje asociaal worden. Mm. Maar ja, weet je wel, misschien gebruik ik het ook verkeerd. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Want, ja, maar hoe komt dat, Lars? Hoezo heb jij een slechte relatie met social media? Ja, nou ja, ik denk dat het komt omdat dat je dan tegenkomt toch dat mensen dingen van je weten die je eigenlijk gewoon zelf wil vertellen aan ze. En die ze ook zelf bij je moeten bevragen, vind ik. En dat die al dan online staan en zo. Dat vind ik een beetje jammer. Ik vind een soort van mysterie nog wel, misschien wel een ouderwets, maar dat vind ik nog wel iets moois hebben. Maar misschien moet ik het ook gewoon op een andere manier gebruiken dan heel persoonlijk worden of zo. Ja, precies, precies. Want je denkt dus dat als je dan veel erop gaat zetten, dat mensen dan niet meer, geen vragen meer aan je hebben. Bijvoorbeeld. Dat je iemand tegenkomt die je lang niet hebt gezien en die gewoon zegt van, oh ja, je was dit en dit doen, hè? Hey, groetjes. En dat je dan. Ja. Terwijl jij wil eigenlijk dat die informatie naar boven komt in een spontaan gesprek. In een goed gesprek, maar dat is ook wel een beetje misschien. Zo sta ik er nog steeds een beetje in. Maar ik hoop vandaag weer wat dingen. Misschien kunnen we jou vandaag overhalen om toch weer online te gaan. Ja. Ja, maar laten we doorgaan naar de volgende rubriek. Yes, heel goed, Lars. Wetenschappelijk verantwoord. Nou, we gaan dus een paar wetenschappelijke onderzoeken bespreken. Of nieuwe feiten die uit de wetenschap blijken. Waar we misschien iets aan hebben. Ja, want je kan natuurlijk niet zomaar alles verklaren hier. Of opgooien hier. Dus het moet wel een beetje onderbouwd zijn. Ja, precies. Want opvoeding en ook pedagogiek. Dat is natuurlijk wel een echte wetenschap. Hè? Dus daar wordt onderzoek naar gedaan. En op deze manier kunnen we gewoon heel correct zaken dus gewoon bespreken en kunnen we zaken gewoon inzetten in het dagelijks leven. Ik heb hier een paar onderzoekjes voor me liggen. Zullen we beginnen met de peuters of met de kleuters, bedoel ik? Ja. Want vertel eens, Lars, wat blijkt nu? Nou, dat kinderen tussen de 2 en 5 jaar die meer tijd voor een scherm van een tablet of computer of televisie zelfs doorbrengen, die scoren slechter bij ontwikkelingstoetsen. Mm-hmm. Ja, en tijdens het meerjarige onderzoek werden de moeders van de kinderen gevraagd hoeveel uur ze de kinderen per week doorbrachten voor een scherm. Een scherm kan dus van alles zijn, hè? TV's, tablets, computers. Mm-hmm. En dat was dus blijkbaar best wel veel. Ik denk dat veel mensen van de wat oudere generatie nu in hun handen klappen en zeggen, zie je nou wel, we zeiden toch. Ja, precies. Ik kreeg daar vierkante ogen van, zeiden ze altijd. Hè? Ja. Maar je ziet het ook overal.
Ja. Als bijvoorbeeld als iemand in een restaurant, een gezin in een restaurant zit, dan wordt toch vaak een tablet wel richting een kind geschoven om een beetje het kalm te houden. En het kind maakt er gewoon dankbaar gebruik van natuurlijk. Ja. En ja, dat zegt wel iets. Want hoe gaat dat dan thuis, weet je wel? Als het in het openbaar al best wel veel gebeurt. Ja, dan... ja, ik denk ook dat. En dat is denk ik ook, dat haakt ook weer heel mooi aan die vraag die ik dadelijk voor Maaike heb, onze gast. Mm. Van hoe ouders hiermee kunnen omgaan. Want kijk. Schermen, dat hoort nu gewoon bij deze tijd. Dat is gewoon zo. En ook de technologie die verandert. En hoe gaan ouders hiermee om? Maar er is denk ik wel een groot balans is daar gewoon voor nodig. En ik denk dat veel ouders dus gewoon die schermen inzetten wanneer ze bijvoorbeeld even willen koken of iets willen gaan doen. Maar de vraag is of ze dat te veel doen. En in hoeverre is dat schadelijk? Want hier blijkt dus dat voor hele jonge kinderen dus echt wel schadelijk is om dus te veel naar zo'n scherm te kijken. Mm-hmm. Ja. Ja, want hier staat dus bijvoorbeeld dat ze dus echt ook gewoon minder sociale vaardigheden ontwikkelen, minder taal, spraak. En ze worden ook gewoon belemmerd in bijvoorbeeld bepaalde motorische vaardigheden. Mm. Dus dat is echt wel een dingetje hoor. Ja. Dus ik denk echt dat er wel aandacht aan besteed moet worden. En sowieso, we gaan die vraag onthouden voor de gast eigenlijk. Ja, ja, ja. Volgende onderzoek, Lars. Ja, laten we ook een beetje de positieve kant. Of in ieder geval de kanten die vaak worden gedacht en toch niet zo waar blijken te zijn. Ja, want als je dus denkt aan bijvoorbeeld WhatsApp-taal of sms-taal vroeger nog, hè, werd dat nog zo genoemd. Ja. Dan associeer je dat altijd met afkortingen, met snel antwoorden, niet zozeer letten op punten en op vraagtekens en zo. Ja. Dus daarin zou HVJ. Je... HVJ. HVJ, wat dat ding het houden van jou. Hè? Van jou en ik wil je nooit meer kwijt, zeiden we vroeger ook altijd. Is dat ook, wil je nooit. En ja, precies dat. Tegen wie zei jij dat? Tegen wie zei jij dat dan? Daar natuurlijk voor de vriendinnetjes op de basisschool zei dat dan. Ja, maar dat begon al bij de MSN-taal natuurlijk. MSN. Dat was gewoon zo makkelijk. Lars, MSN, dat is al way back, jongen. Ja, sorry, ik zal er niet meer over beginnen, maar ja, dat was mijn jeugd. voor de 40-plus die deze podcast luisteren, die hebben daar natuurlijk geen ervaring mee. Maar wij hebben... Ja, ik ging naar de basisschool, ging ik altijd gewoon meteen op MSN. Dat was gewoon de WhatsApp van vroeger. Maar het is dus niet schadelijk? Of het is niet, nee. Nee, dus het schijnt dus uit het nieuwe onderzoek. En dat is een promovendi heeft dat dus onderzocht. En daar blijkt dus dat WhatsApp helemaal niet de taal verloedert. Dus dat we echt gewoon zelfs bewuster en vaker met taal bezig zijn hierdoor. Ja. Dat had ik echt niet verwacht, om eerlijk te zijn. Ik dacht, want iedereen gebruikt van die afkortingen en IDD voor inderdaad en WSS voor waarschijnlijk. Mm-hmm. Dat je daardoor gewoon minder met taal bezig bent. Maar ja, er is wel iets veranderd, hè? Het is niet verloederd. Nee. We gaan er denk ik anders mee om, ja. Nou ja, de communicatie van jeugd is gewoon wat expressiever en informeler en beknopter. Mm-hmm. En ik reken jou natuurlijk nog wel tot de jeugd, dus... Ja, gelukkig wel. heb ik het helemaal niet in de prologe voor gehad, nu ik er even aan denk. Want we hebben onze leeftijden niet genoemd, hè? Nee, dat is wel een dingetje, toch? Een dingetje, jij komt echt net een beetje uit die... Nou ja, adolescentie is dat niet... Ja, wat is dat? 12 tot 22? Of is later, dat vind ik zo vervelend, hè? Want er zitten... Alle boeken hebben daar een andere mening over. Ja, sommige mensen zeggen dan 18, sommige boeken zeggen 21. Sommige boeken zeggen 24. En dan de 24, dat komt omdat dan het brein dan is uitgegroeid. Of in ieder geval het voorste gedeelte. Nou, laten we voor de gemak even de luisteraars thuis vertellen dat jij dichter bij de adolescenten zit en ik dichter bij de dertigers. Die een beetje op zijn retour. Zeg hoe oud je bent. Hoe oud ben je? Ik ben nu 26. Ja. En ik ben 23. Dus mijn hersenen zijn niet uitgegroeid, Lars. Dus kijk, ik leer hier nog het meeste. Ik zie dat er nog steeds bij jou wat gebeurt. Ja. Heel goed. Dus nou, fijn. Dus WhatsApp leidt niet tot taalverloedering. Maar we zijn dus juist meer bezig en vaker bezig met taal. Dus ik zou zeggen, jongens, WhatsApp, lekker door. Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken. Oké, Lars, wat kunnen wij dus nu concluderen nu wij deze twee onderzoeken hebben besproken? Nou ja, ik denk dat het ook wel gezegd kan worden dat je dat veel mensen zijn bang voor wat de social media zo wel doen. En dat is natuurlijk ook wel zowel dingen van waar zijn. Gaan we daar ook over hebben met de gast. Maar er zijn toch altijd twee kanten, want het doet toch wel ook iets met de jeugd. Bijvoorbeeld in die taal waarin ze veel expressiever worden en wat sneller. Het is gewoon ook een andere tijd, hè? Ja. Ja, en dat eerste onderzoek, dat ging over de schermtijd. Hè? Mm-hmm. Ja, is dat dan per se slecht? Zullen we daar niet pas veel later achter komen, Tijmen?
hoe wat dat echt heeft gedaan met onze generaties jongeren. Ja, nou, dat kan. Ik denk dat we sowieso, naarmate de tijd doorgaat, dat we dan steeds meer de nadelen of de voordelen van die social media kunnen zien. Maar om even, deze mevrouw, deze Lieke Verheijen te verdedigen die dit onderzoek heeft gedaan. Ze heeft natuurlijk wel over heel wat jaren heeft zij informatie verzameld. Dus het is niet dat zij dat nu een enquête heeft rondgestuurd en daarop haar onderzoek heeft gevonden. Dit laatste onderzoek van die WhatsApp, dat heeft echt een aantal jaren heeft ze daarvan informatie verzameld. Nou ja, in ieder geval pleit ik dan meer voor, en dat is best bijzonder, want op het begin was ik wel weer terughoudend wat betreft social media. Ik pleit meer voor een niet zo zwart-wit kijken of zo. Want het is toch altijd de positieve en de negatieve kanten. Ja, precies. Ja. Precies. Want het eerste onderzoek ging over die kleuters die dan bijvoorbeeld heel veel nadelen ervaren met door de schermen. Ja, precies. Maar of daardoor kunnen ouders wel sneller denken dat het weer, oh, super slecht. We moeten al die schermen weer helemaal uit het leven van onze kinderen gaan halen. Ja. Maar dat is ook niet goed, hè? Want daar ben je natuurlijk weer onrealistisch. Want dan ontken je de technologische vooruitgang. Dat is ook niet goed, hè? Nee. Dus het is natuurlijk een soort balans weer zoeken. Dus, ja, ik denk dat dit wel een heel mooi, dat deze twee onderzoeken wel mooi dat balans wel weergeven. Beide kanten laten zien, ja. Ja. Mooi, Lars. Hey, zo van, ik denk dat het tijdens voor onze gast. Zullen we haar even binnenlaten? Nou, goed idee. Deskundig verantwoord. Nou, inmiddels is onze gast aangeschoven. Zeker. Hier zit dokter Maaike Kooijmans. Zij is lector bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. In 2016 is zij gepromoveerd door een onderzoek naar de preventie van jeugdcriminaliteit. Ja. En nu is ze werkzaam als lector bij het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst. Ja, Maaike, klopt. Ja. Welkom. Dank je. Leuk. Dankjewel. Ja, goed. Opvoeden voor de Toekomst en ons thema social media. Dat is natuurlijk wel... dat is wel een mooie match, hè? Match made in heaven. Yes. Super. Hey, maar Maaike, even om te beginnen, voor de mensen die dat nog niet weten. Wat is een lectoraat eigenlijk? Nou, een lectoraat is eigenlijk te zien als een soort kenniscentrum, zou je kunnen zeggen. Kijk, als opleidingen, als Fontys Hogeschool Pedagogiek zijn we van origine opleiders. Maar hogescholen hebben ook een grote verantwoordelijkheid gekregen om ook kennis te ontwikkelen over het beroepenveld waar je toe opleidt. Dus wij leiden pedagogen op, maar als die praktijk niet mee innoveert met de ontwikkelingen van deze tijd, dan leiden wij eigenlijk op tot een beroep wat verouderd. En lectoraten zijn er eigenlijk voor bedoeld om ervoor te zorgen dat door praktijkgericht onderzoek er hele actuele kennis beschikbaar komt over thema's van nu. Oké, maar is dat lectoraat van jou niet nu veel meer nodig dan ooit tevoren door al deze snelle ontwikkelingen? Ja, nou, het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst is wel echt heel erg gericht op de moderne samenleving. Ja. Hè? Dat is echt core business van dit lectoraat. Dat merk ik ook. Er zijn echt ontzettend veel vragen in de praktijk van professionals en managers, gemeenten, ook landelijke overheid, ook het ministerie klopt ook aan bij het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst. Met vraagstukken waar we ook nog echt geen antwoord op hebben, omdat ze... er zijn nu bepaalde fenomenen rondom digitalisering, de hele globalisering, noem maar op, die echt nieuwe vragen met zich meebrengen. En ja, dus ja, Opvoeden voor de Toekomst is, dit lectoraat is best urgent, ja. Zeker. Ja. Ja. En Lars, we hebben net eens een paar wetenschappelijke feitjes besproken, hè? Mm-hmm, ja. Goed, we hebben het er net even snel gehad over dat bijvoorbeeld kleuters wat nadelen kunnen krijgen door te veel op een scherm kijken en zo. Dat veel ouders die komen nu tot heel veel dilemma's van oké, wat moet ik nou doen? Moet ik mijn kind nou helemaal weer houden van die schermen? Moet ik nou die kinderen nou juist een beetje stimuleren en sterk maken met die technologie? Mm-hmm. Goed, ja, hoe moeten die ouders het aanpakken volgens jou? Ja. Ja, ik herken dit type vragen uit ons eigen onderzoek ook. Hè? Want wij kijken echt in de praktijk wat zijn de nieuwe vragen waar ouders, maar ook professionals van nu mee te dealen hebben. Ja, wat mij daarbij opvalt, zijn er heel veel van dit soort vragen, heel concreet. Van ja, hoe lang mag mijn kind achter een tablet? Of jeetje. Hoe lang mag je? Mag ja, een kind hoe lang? Achter een tablet? Ik heb daar geen antwoord op. Er is ook niet één antwoord op. En dat ligt er ook nogal aan wat een kind achter een tablet doet. Ja. Nou, er zijn natuurlijk rondom social media vanuit heel veel wetenschappelijke disciplines is er aandacht voor en zorg voor. Dus de vraag die jij net, of het onderzoek wat jij net aanhaalt, is er eentje die blijkbaar meting heeft gedaan naar
het voor de ontwikkeling van kleuters, hè? Had je het over voor kleuters betekent als ze heel lang naar schermen staren. Ja, kijk, waarschijnlijk is dit een onderzoek uit een meer medische hoek of motorische hoek of ontwikkelingspsychologie hoek. Ja. Dus nog niet een pedagogisch onderzoek, hè? Ga je daar vervolgens dan, wat is daar dan voor nodig om ervoor te zorgen dat die kleuters daartegen beschermd worden? Mm-hmm. Dus voordat dat soort kennis geland is in de pedagogiek, dan is het vaak al dat er heel veel problemen zijn ontstaan. En het is op dit moment meer een soort angst, een bezorgdheid bij heel veel ouders, bij heel veel opvoeders. Mm-hmm. Maar we weten tegelijkertijd ook nog niet helemaal zeker hoe schadelijk het is. En er wordt dus ook nog heel veel schouders opgehaald van ja, hè, het gevoel zegt het is niet oké. Okay, te is nooit goed. Hè, dus met beeldscherm kijken ook. Maar ik denk dat wij als pedagogen veel complexere problemen nog op te lossen hebben. En dat is wat voor een impact het heeft op niet alleen de motorische ontwikkeling en op taal en op spraak, hè, voor kinderen. Ja. Maar wat het met hen doet in hun inner world, noem ik dat dan. Inner world. Dus ja. Wat het doet met kinderen in deze tijd om heel veel met social media bezig te zijn. Dat zijn dan vragen waar ik in het lectoraat heel erg mee bezig ben. Maar is daar iets over bekend dan? Wat de impact is dan eigenlijk? Ja, dat zijn dan onderzoeken van sociologen en van pedagogen, psychologen, die kijken naar hoe kinderen zich gedragen op social media. En wat dat met hen doet. En wat heel erg opvalt is dat in deze tijd kinderen, zo jong ze zijn, heel erg social media gebruiken om zichzelf te etaleren als een heel succesvol project eigenlijk. Ja. Dat is heel kenmerkend voor deze tijd. En omdat alles en iedereen met iedereen vergeleken wordt op social media, is er een soort norm ontstaan van je moet blij zijn en positief en scoren en leuk te uitzien en toch wel het goed doen. Hè. Ja, vooral niet de negatieve dingen laten zien. Ja, dus er is een soort positiviteit, obsessie, een happinesscultuur ontstaan. Mm-hmm. Dat is één kant, maar ook nog eens de obsessieve behoefte om dat allemaal en masse te etaleren op social media, om likes te ontvangen. En dat fenomeen, dat doet dus niet zozeer iets meteen met spraak, motoriek en andere ontwikkelingsgebieden, maar dat doet echt iets met emotiehuishouding van kinderen. Ja, echt de persoonlijke ontwikkeling. Ja. Nou, op dat soort thema's zijn wij in het lectoraat op dit moment meer gericht dan op thema's die te maken hebben met spraak en ontwikkeling. Dus ja, ik kan op jouw vraag van wat vind je daarvan, kan ik ook heel moeilijk antwoord geven, omdat ik niet expert ben op die meer biomedische en ontwikkelingspsychologische vragen. Nee, precies, maar je zegt wel gewoon dat het echt wel een ding is waar nu veel mee gebeurt en wat nu echt aan het borrelen is, omdat nu komen ook al die cijfers van al die jaren met technologische vooruitgang naar voren. Ja, ja. Ja, er is heel veel onderzoek nu beschikbaar. Ja, en dus dat proberen wij ook te scannen. Je kunt echt niet alles echt van kaf tot kaf lezen, hè, wat er verschijnt zoveel is. Ik geloof dat dat per dag al. Ja, echt gigantisch. Maar de implicaties van die studies voor de pedagogiek, dat is waar we natuurlijk wel heel erg mee bezighouden. Mm-hmm. Oké, okay. Hebben die ouders van nu, hebben die het niet zwaarder dan ooit door al die nieuwe social media zaken waar ze zich mee moeten bemoeien? Wat echt anders is dan in de voorgaande generaties, is dat we heel weinig grip lijken te hebben op kinderen van nu, omdat die virtuele wereld een totaal nieuwe wereld is waarin kinderen eigenlijk gesocialiseerd worden. En dat is niet zichtbaar, daar hebben we geen controle op, zeg maar. Dus dat is ook jullie thema van nu. Hoewel je als ouders heel vaak veel probeert, hè, dat is ook echt uit onderzoek gebleken, onlangs nog. Ik weet niet of jullie toevallig gezien hebben dat ik op Nieuwsuur was gevraagd om iets te zeggen over die controledrang en dwang van ouders. Van die nieuwe, nieuwe applicatie met die horloge die nu heel veel ouders... Oh, daar kunnen we het eigenlijk ook over hebben. Dat was ook een vraag. Dat is dan niet zozeer social media, maar wel ook een fenomeen van deze tijd, waaruit blijkt dat ouders dus en masse hun kinderen 24/7 willen monitoren waar ze zijn. Ook uit bezorgdheid, hè, en uit controle. Is dat goed, Maaike? Om 24 uur per dag je kind in de gaten te houden? Moeten ze niet ook een keer vallen in de mist gaan? Ja, ja. Ja, ik denk dat het zowel voor kinderen als voor ouders zelf echt too much is om 24/7
connected te zijn. Dus die controle is in sommige gevallen heel handig en ook heel veilig. Maar als dat 24/7 is en kinderen krijgen niet de ruimte om te experimenteren, om eens gewoon foutjes te maken, om buiten de lijntjes te kleuren, noem ik dat dan. Ja, dan krijgen kinderen niet de autonomie ook en de zelfstandigheid aangeleerd die ze, mm-hmm, ja, die ook bij opvoeden hoort. Ja, ja, want om het beeld te scheppen. Het ging dus over een horloge wat dus ouders konden kopen voor een kind en die horloge die zendt dus om de zoveel minuten een signaal naar de ouders toe van hier ben ik. Ja. En dan kunnen de ouders kunnen dan zelfs ook op bepaalde plaatsen een soort van territorium eigenlijk vastleggen. Ja. En wanneer het kind dan dat territorium betreedt, dat ze dan een bericht krijgen. En wanneer ze daaruit gaan, krijgen ze ook weer een bericht. Ja. En natuurlijk ook die social media apps. Bijvoorbeeld als je dan je telefoon hebt, zoek mijn iPhone of zoek vrienden. Ja. Ja, die kun je ook aan je kind koppelen, zo'n app. Ja, dan, nou ja, goed, als je ziet hoeveel ervan verkocht worden, dat is echt, je kent de cijfers. Het waren nog iets van 20.000, 30.000. Ja, dat is echt booming als broodjes over de toonbank. Dus blijkbaar voorziet dat in een behoefte. En dat is al iets waar je als pedagoog wel oog voor moet hebben. Dat er blijkbaar behoefte is om je kinderen te beschermen en zodanig te controleren, omdat we toch in een samenleving leven waar blijkbaar meer risico's zijn dan vroeger. Dus jouw vraag van, hebben ouders het niet veel moeilijker in deze tijd? Mm-hmm. Er zijn andere risico's en misschien ook grotere risico's, maar vooral die vloeibare samenleving waarin we geen houvasten meer hebben en ook door social media, door het internet niet echt meer grip krijgen op waar hangen die kinderen uit, hè, in welke virtuele wereld. Mm-hmm. Dat geeft een soort kramp natuurlijk aan overmatige bezorgdheid bij ouders, die dan gecompenseerd wordt door maar heel veel van die apparaatjes ook te kopen om het zo goed mogelijk te beheersen. Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken. Is er een duidelijke grens aan te geven voor ouders waar ze hier zeg maar mee om kunnen gaan? Is er een duidelijke grens van, je moet zeggen van, oké, dit soort apps moet je niet gaan gebruiken, dit soort apps wel? Nee, dat is heel vaak met opvoedthema's. Er is nooit één grens of één waarheid. Ja, daarom is het ook zo leuk allemaal, hè? Ja, daarom is het is zo waanzinnig leuk. Ja, ja, en ingewikkeld. Ja, dat hebben wij ook in onze proloog hebben we dat ook benoemd. Van het praten over opvoeding, dat is zo, het kan jaren kun je hiermee doorgaan. Heerlijk. Want, ja, super. Er is geen antwoord. Nee, dat is heel mooi, want toen die opnames gemaakt werden voor Nieuwsuur, toen wilde die journalist ook heel graag een aantal ouders spreken. Nou, we hebben natuurlijk onder onze docenten ook heel veel ouders. Dus die werden opgetrommeld. En er was één docent, één collega, die vertelde heel openhartig dat zij een kind heeft met een syndroom van Down. En dat zij dus heel veel baat heeft bij die applicaties, omdat ze daarmee haar kind leert om zelfstandig boodschappen te doen, te reizen. En dat is geweldig. Nou, dit is weer zo'n voorbeeld waar het juist heel positief werkt. Mm-hmm. En ontstonden heel leuke gesprekken ook daarna nog in de koffiekamer. Over de ene ouder alles volgt, ook op magister en op social media. Echt zo big brother of big mother, father is watching you. Maar andere ouders daar helemaal niet. Die zeggen van, wat een gedoe. Moet er niet aan denken. Doodvermoeiend, weet je wel. Maar ja, het is ook niet heel zwart-wit natuurlijk. Nee. Er zit een positieve kant aan. Maar ik ben er wel benieuwd naar. Je hebt ook wel berichten in het nieuws van dat het heel snel meteen misging. En dat het ook heel erg misging. Dus dat er geen controle was en dat een kind bijvoorbeeld zelfmoord gepleegd heeft door bepaalde berichten op social media. Hoe kom je dat dan? Of kan je dat voorkomen? Ja, ik denk, en dat is wel interessant, ik las daar op de weg hierheen, heb ik in de trein nog een artikeltje in PIP gelezen. Dat is een rubriek, die heet Kinderen en hun mediagedrag. Dat het beeld is dat kinderen niet graag in gesprek gaan met hun ouders of met volwassenen over hun mediagedrag. En volgens dit artikel is dat eigenlijk een mythe. Omdat als je op een niet al te autoritaire toon met kinderen in gesprek gaat over wat zij meemaken op social media, dat is eigenlijk dat vanuit het onderzoek is vanuit kinderen gedaan, hè? Dus tieners. Dat kinderen dat eigenlijk helemaal niet vervelend vinden om met volwassenen over hun social media gedrag te praten. Wel als daaraan de consequentie verbonden wordt van, oké, je mag je beeldschermtijd wordt ingekort of je mag überhaupt je smartphone niet daar en daar. Directe consequenties, ja. Maar dat in gesprek zijn met kinderen op een hele
Misha de Winter noemt dat de autoritatieve manier. Dus meer in hè, waarin begrenzen en ruimte geven in balans is. Dat is volgens mij toch wel echt de basis om heel veel grote risico's te voorkomen. Wat ik nou het hele bijzondere ook vind aan dat hele nieuwe social media gedrag van jongeren, is dat je sowieso in de adolescentie zijn jongeren heel erg bezig om een eigen identiteit te ontwikkelen. Precies. En te ontdekken. Ja. Maar nu door die social media ontstaat er ook nog een soort van tweede digitale identiteit. Ja. Ja. Die hoeft niet eens 100% overeen te komen met die eigen identiteit. Maar je moet voorstellen, ik had toen ik puber was al genoeg te doen met mijn eigen identiteit. Ja. Laat staan als ik dan nog een digitale identiteit ernaast heb. En dat is inderdaad wat er voor de generatie, de vloeibare generatie, wordt door... Ja dat benoem je ook Bouwman, vaak. Zo genoemd, hè? Ja. De generatie kinderen die zeg maar een meervoudige identiteit ontwikkelen. Dus dat is heel, maar ook heel vluchtig. Als een bepaalde identiteit weer... Ja, de houdbaarheid daarvan gedateerd is, dan kun je dus in deze tijd via de virtuele wereld gewoon weer een draai gaan maken. Ja. En ook in die hele fictieve... Ik heb met een professional nog geappt vandaag en dat ging ook... Het is een jongere werker die zich ook zo zorgen maakte over dat er nu en masse accounts wordt aangemaakt blijkbaar. Dus in een wijk in 's-Hertogenbosch zijn jongeren nep-accounts aan het aanmaken. En dan gebruiken ze ook wel echte namen van andere kinderen voor. Okay. En gaan aan allerlei rare dingen plaatsen. Dus dan komen er identiteiten over, dus verhalen over kinderen in de wereld die dus nep zijn. Mm. Ja, dat is het vloeibare. Het vloeibare staat voor dat het... Dat het eigenlijk niet tastbaar, niet grijpbaar is. Nee, dat er dingen gebeuren waar we geen grip op hebben. Ja, en het verandert ook steeds van vorm. En het verandert van vorm. Het stolt niet. Het zijn ook geen echte patronen. Want als je patronen ziet, dan kun je daarop anticiperen. Ook als opvoeders. Maar het zijn steeds weer nieuwe excessen die er gebeuren. Ja. Dat is het ingewikkelde. Wat ik hier allemaal in hoor, is dat heel veel opvoeders zelf ook niet weten hoe ze hiermee moeten dealen met die nieuwe social media. Ja. Omdat ze hier ook niet mee opgegroeid zijn. Nee. Daar had ik net met Lars ook over hiervoor. Ja. Hoe wil je kind dit leren als je zelf nog in het zoeken bent? Nou, precies. Ik heb in mijn lectorale reden daar een stukje over verteld. De kinderen, dat heb ik niet zelf bedacht. Dat heb ik ook weer van andere wetenschappers. Mm-hmm. Kinderen van nu zijn eigenlijk de digital natives. En wij zijn de digital immigrants. Hebben jullie het al ook samen gehad? Ja, dat kwam toevallig aan bod. Ja. En weet je, volwassenen van nu, ouders van nu, ik hoor daar zelf ook bij. Wij zijn zelf ook zo druk met social media. En we hebben daar ook zoveel wielen nog in uit te vinden. En omgangsvormen en normen in te ontdekken. En wat kinderen meemaken, maken wij ook mee. En die groepsdruk onder volwassenen is soms net zo groot of groter zelfs als bij kinderen. Omdat wij er ook niet aan gewend zijn. Maar de tip is dus voor ouders, ga op een oordeelloze manier in gesprek met je kinderen over... Juist van ook vanuit het niet weten. Oké, ja. En dus niet belerend, want je dat zeggen kinderen ook in... Oh, stond er hier in onze ouders zijn zelf net zo... Oh nee, dat was een ander citaat. Dat had ik... kwam uit de Volkskrant van dat een kind zegt... Ik ben zoveel heel lang online. Dat is een uur, zoveel uur per dag online. Tussen de 8 en 12 uur per dag. En wat vinden je ouders daar dan van? Ja, die zijn ook zoveel online. Ja, precies. Dus dan ben je eigenlijk gewoon je kinderen zeggen dat ze ergens mee moeten... Nou ja, dus je hebt een gesprek over... Goh, joh, wat zullen we doen? Wij zitten alleen nog maar achter onze telefoons. Ook vaak aan tafel, hè? Of in de vrije tijd. Ja, als je het observeert, dat is echt ongelooflijk soms om te zien. In restaurants, ga maar eens kijken bij de Happy Italy, waar veel gezinnen zijn. Dat is een heel mooi observatieterrein. Hoe vaak gezinnen allemaal zitten te pizza weg, verkanen, append en snapchattend en selfies makend en noem maar op. Ja. Ja, maar er zijn het ook heel veel mensen die zijn daar zo kritisch op. Van, ja, maar je ziet dan toch dat mensen minder met elkaar communiceren. Waar is dat echte praten nou gebleven? Mm. Hebben we het nog wel met elkaar over dingen? Of zitten we alleen maar met onze ogen in die digitale werkelijkheid? Ja. Is dat ook niet een hele foute en slechte vooruitgang, Maaike? Ja, ik word... Persoonlijk, dan pak ik even gewoon de persoonlijke pet. Ik vind dat ook wel beangstigend. Dat het echte contact soms... dat verschraalt, zeg maar. Het gewoon gesprek elkaar aankijkend. En zoals wij nu doen, aan een tafel. Maar ik vind het moeilijk, omdat ik er niet core business onderzoek naar doe... om
te zeggen hoe schadelijk het is. Het is wel zo dat het echt tot nieuwe type relaties leidt. En voor een aantal kinderen en jongeren weet ik ook dat het een middel is om juist uit eenzaamheid te komen, uit isolement te komen. Dus het is niet alleen maar ellendig en negatief. Ja, ik ben zelf een mens, ik hou heel erg juist van... Ik hou eigenlijk helemaal niet zo van techniek. Ik gebruik het wel, kan ook echt niet zonder, niet een uur. Maar eigenlijk in wezen hou ik er niet zo van. Ik vind toch in de natuur en spelen met zand en gevoelsmatig vind ik dat gezonder. Maar dat is niet, ook weer niet helemaal terecht. Want dat is ook een stukje onwetendheid en hoe ik ben gesocialiseerd. Ja, ja. Ik denk ook dat gewoon... We hadden Lars en ik net ook over balans. Ja. Dat, kijk, ja. we hebben er niks aan om te ontkennen dat we nu overspoeld worden met technologie. Daar moeten we ook niet tegen strijden, want dat verlies je. Ja. Dus ik denk dat het gewoon een kwestie is van balans. Je moet het natuurlijk wel gewoon inzetten. Je moet mensen erover leren. Maar het heeft denk ik geen zin om het helemaal uit te bannen. Nee. Dat kan ook niet. Dat kan ook echt niet. En daarom vind ik dat we ons beter kunnen bezighouden met... hoe gaan we er dan vervolgens mee om? En hoe kunnen we onze kinderen begeleiden? Niet eens zozeer beschermen, maar begeleiden. Hoe leren we ze ermee omgaan? Hoe leren we onszelf om ermee om te gaan? En misschien kunnen we ook gewoon in die virtuele wereld wel een andere vormen vinden, hè, voor opvoeding of voor, ja, even een jargon om bepaalde interventies te plegen die we zo gewend zijn om face-to-face en in het fysieke te doen. En dat kan wellicht wel ook helpen, dat je meebeweegt in die virtuele wereld of in die digitale wereld. Dan blijven we ook aan het werk. Hè? Dan blijven wij aan het werk, nou en of. Lars, heb jij nog een laatste vraag? Ik wou nog wel één vraag stellen, want we hebben het over social media gehad, maar je bent natuurlijk ook, je weet veel van de opvoeding in de toekomst. Waar gaan we naartoe eigenlijk als opvoeders? Wat zijn we over 20 jaar? Oh, dat is een mooie conclusie. Hoe zien we dat dan uit als opvoeders? Mag ik dromen? Ja, je kan alleen maar dromen voor de toekomst. Ja, je weet het niet. De toekomst is onbekend, dus je kan alleen maar gissen. Ik hoop heel erg dat wij als opvoeders van de toekomst... dat we dus echt een manier hebben gevonden... om die prestatiedruk in allerlei opvoedpraktijken te corrigeren. Dus dat er veel meer ruimte komt voor spelen... voor de fantasie, voor persoonsvorming en... ja, dat daarmee er eigenlijk meer aandacht komt voor geluk en welzijn van kinderen. En niet per se voor wat zij allemaal moeten kunnen en kennen. Dus ik ben een lector die echt voorstander is van minder cognitief talent aanjagen. Maar veel meer kinderen aanmoedigen om met elkaar het goed te hebben. En het beste in zichzelf naar boven te halen. Maar daarbij is het niet echt per se nodig dat we allemaal een hoge opleiding hebben en heel slimme wezens worden. Dus dat hoop ik voor de toekomst. Dat pedagogen daar een bijdrage aan kunnen leveren. En ook, dat is dan de tweede droom, dat we een manier vinden om daarin veel meer samen op te trekken. Dus dat er rondom vraagstukken, vaak worden vraagstukken in de klas of in de vrije tijd van kinderen of in het gezin, zo heel erg individualistisch benaderd. En ik denk dat we daar veel meer elkaar in nodig hebben. Dus wat vroeger in de grootfamilies en in de, dat wat je ook wel ziet in die etnische cultuur van de wij, meer wij-cultuur. Dat is iets wat volgens mij in de opvoeding wel terug, veel meer terug mag komen om samen wijs te worden. En net als vroeger dan, een beetje? Of? Weet je wel, ja. Ja, opvoeden voor de toekomst, net als vroeger. Ja. Nee, geïnspireerd door het verleden, kan je zeggen. Voortbouwend op de goede dingen van het verleden. Ja, dat klinkt heel nostalgisch. Nee, maar elke tijd we zitten hier in het zuiden en in Limburg is dat ook nog veel meer. Hè? Mm-hmm. Daar merk ik het ook. Ik bezoek mijn familie hier in Zuid-Limburg. En daar voel ik meteen als ik de dialect al hoor van echt veel meer een wijkcultuur. En daar is... veel van te leren, denk ik. Ja. Opvoeden voor de toekomst, terug naar een wijkcultuur. Hey, Maaike, ik vind het een hele mooie conclusie voor deze eerste Pedagogisch Verantwoord podcast. Ja, ja, leuk. Heel eervol dat ik de eerste mag zijn. Ja, je mag de spits afbeten. Heel goed. Maaike, bedankt. Graag gedaan. En, graag tot de volgende keer. Ja. Wie weet. Wie weet. Dank je wel. Succes. Luister naar Pedagogisch Verantwoord. Zo, Maaike is weg. Het was een leuk gesprek, Lars. Ja. Ik heb echt veel aan gehad. Ik heb zoveel gehoord dat ik weer allemaal nieuwe vragen heb. Maar ja, we hebben natuurlijk maar 3 kwartier. Dus, Dat is ook wat we ook net zeiden. En we kunnen hier uren over praten. Ja. Maar
willen mensen natuurlijk niet opstapelen met 3 uur lang pedagogisch verantwoord. Wat is nou het belangrijkste wat jij hebt aan over hebt gehouden? Of wat bij jou is blijven hangen in ieder geval? Van het gesprek van net. Ja, precies. Heel erg dat ook de professionals niet een hapklaar antwoord hebben, maar dat ze wel heel erg gemotiveerd zijn om wel te ontdekken van wat voor nieuwe mogelijkheden deze techniek kunnen bieden voor de opvoeding. Ja, ja, ja. En gewoon een soort van motivatie. Van jongens, er is nog zoveel om te leren, zoveel om te weten en ben vooral eerlijk tegen je kind. Dat is wel iets wat wel... En ook wat Maaike zegt, vanuit die onwetendheid. Dat vind ik heel mooi. Mm-hmm, gewoon ja. Niet alsof je dus van alles weet, maar gewoon omdat je zelf ook nog heel erg zoekend bent. Zeg dat maar ook ga jij nou zo'n horloge kopen voor je kinderen dan? Zo'n tracker watch, GPS en alles? Nee, ik hoop het niet. Ik hoop dat jij over 20 jaar, stel ik heb kinderen, dat je me dan wel... zeg dat even tegen mij, zo van Tijmen, doe ze even normaal. Ja. Kun je dat doen voor mij? Nou ja, en als je het doet, dat je dan je kinderen ook jou laat volgen. Dat het dan wel gecompenseerd is. Precies, en dan heb je ook al meteen, dan tackle je ook meteen al die al dat gedoe rondom dat vreemdgaan en zo. Ja, ja, precies. Dat is al opgevangen, ja. Goed zo, Lars. Dit was weer de eerste aflevering alweer van Pedagogisch Verantwoord. Ja, voor we gaan stoppen willen we eerst even een paar mensen bedanken. Ja. Natuurlijk om te beginnen Maaike Kooijmans voor het mooie en leuke gesprek. Ja. Leo en Tara voor het inspreken van de leuke bumper. Super, geweldig. Ja, super, dankjewel. Pas echt bij de thema van onze podcast. Mm-hmm. Fonds Hogeschool Pedagogiek voor de ruimte en de verdere facilitering. Ja. Helemaal geweldig, super. En natuurlijk jij als luisteraar voor het luisteren. Ja, want jij houdt ons in de lucht of in ieder geval on demand hou je ons levend. Ja, en goed, als je nog zoveel mogelijk ons wil blijven volgen, doe dat alsjeblieft via social media. Dan hou je lekker jezelf op de hoogte op alles, over alles wat we doen. Je kan op ons abonneren op je favoriete podcastkanaal, ook gewoon lekker doen. En mocht je ook vragen hebben of opmerkingen of onderwerpen waar je van denkt, hey jongens, ga dat eens even bespreken, stuur het op. Hè? Daar hebben wij veel aan en wie weet wordt jouw onderwerp besproken door ons. Ja, en als je nou denkt het is te moeilijk of het is te expliciet, dan komen wij wel uiteindelijk wel achter. Maar je moet het gewoon opsturen. We willen gewoon alles horen wat je vindt en hoort en doet over opvoeding. Ja, en feedback, alles wat we misschien heel, heel fout doen of juist heel goed, laat het allemaal weten. Daar worden we allemaal beter van. Mensen, nogmaals bedankt voor het luisteren en blijf zoveel mogelijk pedagogisch verantwoord. Tot de volgende keer.